En dan kan Donar de eerste aanval van deze wedstrijd gaan spelen. Meeks die de bal in de post naar Dakota Quinn toe gooit. Quinn dreigt met het schot. Neemt het midrange jumpertje. En daar is dan al die eerste score. Goede scoringsmogelijkheden. En hier aan de andere kant is dit toch een keurige alley-oop. Wederom de zone. Gabrovsek op de baseline vrij. Kan hij een ploeggenoot vinden? Ja, John Meeks. Goede aanval. Zo speel je die zone inderdaad stuk. Met de steal. Keurig. Oh, dan is dit net een beetje te haastig en te slordig. Dan gaan we de andere kant op. Van Overbeek met de driepunter. Die missed rebound wordt er ingetipt door Neweke. Waarom dat dan doen? Midrange jumper van Babousis valt niet. Oh, Kjeld Zuidema die er net in gekomen is. Goede rebound. Paast hem buiten. En daar is dan de eerste driepunter. Het is John. Naar Babousis. Dan moet die wat voor zichzelf zien te creëren. Schotklok is bijna voorbij, jongens. Er moet een schot komen van Hollanders. Boom! Die bal valt keurig netjes in de buzzer. Kas al een tijdje niet meer gezien. Babousis op de point. Oh, dribbelt daar door de benen van een tegenstander heen. Maar raakt toch de bal kwijt. Slim paasje van Overbeek. En de dunk van Neweke. Lukt dat dan ook? Hier? Ja, nee. Die bal stuit het er weer uit. Zo! Vio John! Het zou lekker zijn om deze goede defensive play van Vio John mee af te sluiten. Ramanauskas naar John toe. John met het hoekshotje. Lekker hoor. Naar Gabrovsek. Terug naar Ramanauskas. Dit is een Spanish pick and roll. Dan is Babousis open voor drie. Bang! Drie punten, Karolis Babousis. Is goed uitgepaasd. Daar is Van Schaik behoorlijk vrij, maar die mist de drie punten volledig. Gaan we snel de andere kant op met Ramanauskas naar Gabrovsek. Goed uitgespeelde fast break situatie. Scoren van David Gabrovsek. Weken. Zo, wat een move inside. En dan legt hij die bal er ook zo in. Het is ook een grote sterke gozer. Zo makkelijk zal dat dan ook nog niet zijn, maar goed. Het is wel de manier om dit te stoppen. Nou, drie punten. John Meeks. Boom. Raak. Hier Ramanauskas weer voor Donar. Naar buiten, naar Meeks voor drie. Ja hoor, hij is hot, John Meeks. Aanval op het lijf van Gabrovsek. Maar het mag door. Beide heren kunnen ook wel tegen een stootje zo te zien. Nossek omhoog, zo. Dakota Quinn. Zone wederom bij Joost Schneider. Dat door de beperkte rotatie op die manier ook de krachten een beetje spaart natuurlijk. Want je hoeft gewoon minder te bewegen. Daar is John Meeks open voor drie. En die bal valt er keurig netjes in. Daar word je best wel een beetje moe van als je tegen een team speelt wat wel gewoon lekker door kan wisselen, zoals Donar. Hier Vio John naar buiten, naar Hollanders via Zuidema. En Sander Hollanders, jawel! Beetje de standaard John-aanval, dit wordt een Spanish pick and roll. Hollanders komt alleen niet open, dus moet Ramanauskas zelf een lijn naar de basket zien te vinden. Dat lukt, ook door een goede seal van Vio. Terug naar de basket, Ramanauskas vindt Zuidema goed naar de hoek. Dakota Quinn voor drie. Jawel! Kan hij ook. Samen met Jelte Mast vormt hij de 12e man van deze selectie van Dona. Kaiser Junior, dat is makkelijk naar de basket toesnijden en scoren. Van Overbeek. Terug naar Rijkers, lukt niet. Kan Lars Jung de andere kant op, geeft hem mee aan Dakota Quinn. Tell somebody, that is jam time. Met de dunk. Gaan weer de andere kant op met Van Schaik. Van Schaik voor drie. Zo. Zo. Pas Van Schaik. Spelen dus ook uit eigen jeugd. Speelt voor de tweede. En samen met Jelte Mast hij dus ook bij de eerste selectie. Hollanders! En de Weker meteen weer de andere kant op. Die gaat alles alleen naar de ring doen, lijkt het. Ja, dat wil hij weer. En dan heeft Kjeld Zuidema de bal. Dela de Tunji. Ja hoor! Scoren voor de jongeling. Nee, het is Lars Jung die voor de dunk gaat. Nee, dat werd hij net niet, maar maakte Leeuw nog wel eventjes af.